Ja, een jaar geleden hoorde ik voor het eerst over die fossiele subsidies, ongeveer iets meer dan een jaar geleden. En toen dacht ik meteen, dit is echt niet oké. En ik ben een actietraining gaan doen en ik ben toen hier voor het eerst meegegaan naar een blokkade. En eigenlijk die woede is alleen maar gegroeid het afgelopen jaar. Die woede over die onrechtvaardigheid en over de manier waarop de Nederlandse overheid ervoor kiest om de klimaatcrisis aan te jagen. We staan hier vandaag omdat het kabinet heeft de belofte gedaan die ze niet nagekomen zijn. Ze zouden voor januari iets laten zien van de scenario's die uitgewerkt worden. En de Eerste Kamer heeft in december tegen de afschaffing van twee specifieke fossiele subsidies gestemd. En daarom staan we hier om druk op de ketel te zetten. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor rechtvaardigheid. Het is tijd voor een eerlijke toekomst voor iedereen. Het is tijd voor nieuw beleid. Het is tijd om in actie te komen. Zaterdag 3 februari staan we hier beneden in de tunnelbak op de A12. Maar, de nood is gigantisch. De nood is gigantisch. En daarom vertrekken we nu met al deze rebellen stapvoets over de openbare weg in een mars naar de Eerste Kamer om daar een boodschap achter te laten voor de Kamerleden die over een paar dagen terugkomen van een reces. Een cadeautje van Shell, ja, dat is nummer 1. En een cadeautje van Tata Steel, ja, dat is nummer 2. En als laatste een cadeautje van op de kop KLM. Goed zo. Deze bedrijven en hun aandeelhouders hebben de afgelopen weken tussen kerst en oud en nieuw heel Nederland bedankt voor de fossiele subsidies. En willen bij deze ook de Eerste Kamer bedanken voor de fossiele subsidies. De Eerste Kamer heeft ervoor gekozen om de fossiele subsidies in stand te houden en niet tegen een motie te stemmen om twee fossiele subsidies af te schaffen. Dank u wel namens deze drie bedrijven. Oké, nou, we zullen het aanbieden aan de Eerste Kamer. Heel goed. Nou, dank u wel, meneer. Fijne dag. Dank u wel. Tot ziens. De acties werken absoluut. We hebben alleen al de hoeveelheid mensen in Nederland die van de subsidies af wil, is enorm gestegen in die periode. Hè? En dat zien we. En de politiek is in beweging gekomen en daarom gaan we ook door. Omdat we zien dat het helpt. Het helpt bij de bevolking, het helpt bij de politiek. En wij moeten uiteindelijk zorgen dat er verandering gaat komen. De politiek gaat dat op zichzelf niet doen. Wij moeten de druk erop zetten. Wij moeten de druk op de ketel zetten.